2 april is de G20-bijeenkomst, de tweede, na de eerste in Washington. Nederland is uitgenodigd en Gordon Brown, de voorzitter van deze conferentie, premier van Engeland, wilde graag gesprek hebben met de ondernemersvertegenwoordigers van de 20 landen. We waren het ongelooflijk met elkaar eens. Of het nou China was, of Nederland, of Brazilië, alle landen zeiden, financiële stabiliteit is nummer 1. Als we die niet hebben, is de rest overbodig. Eerst financiële stabiliteit. Maar tweede punt, meteen daarachteraan, doe alles om protectionisme te voorkomen. Na de G20 in Washington is gebleken dat ongeveer 17 van de 20 landen toch protectionistische maatregelen ingevoerd hebben. En wij hebben gezegd, als ondernemers van de G20, dat is het grootste gevaar voor het herstel van de economie. En dat is unaniem besloten en unaniem aan de premier van Engeland bekendgemaakt. Maar ja, het zijn soms hele kleine zaken. Kijk, zo'n incident als onze staatssecretaris Frank Heemskerk die oproept tot vakantie in eigen land. Dat is niet protectionistisch bedoeld uiteraard. Maar het is wel een vorm van protectionisme. Veel erger is een Franse president die zegt ik ga steun aan de automobielindustrie geven mits deze bedrijven in Frankrijk hun onderdelen kopen. Dat is ernstiger. Nog ernstiger is Obama die gezegd heeft ik wil steun geven aan de automobielindustrie in Amerika, maar dan wel met Amerikaans staal, slecht voor koers. Het zijn dus hele kleine dingen soms, maar hele grote dingen. Maar alles bij elkaar is het gewoon schadelijk voor het herstel van de economische malaise. We zijn een land dat ongeveer 70% exporteert. We zijn een klein land met een hele kleine thuismarkt. Dus als er één land getroffen wordt door protectionisme, zijn wij dat.